Me llamo Soraya. Me llamo Emma. In mijn ogen is onderwijs de sleutel tot succes, gedeeltelijk dan. Omdat ja, je schoolresultaten zijn mee afhankelijk van of je het later een beroep zou kunnen uitoefenen. Daarnaast vind ik ook belangrijk dan dat je ouders en je familie en je vrienden je allemaal steunen in de beslissingen die jij neemt. La educación es clave para el éxito porque ella depende del futuro de cada persona. El futuro de la nación, el futuro de la sociedad y el futuro de un pueblo. Si tú no estudias, digamos, no tienes un futuro asegurado. La educación es como la llave para entrar a un mundo mejor, ¿no? Como económicamente, socialmente, y pues para darle un futuro, si quieres tener hijos o una familia, pues para darle un futuro estable a tus hijos, desde mi punto de vista. ¡A la catanga! 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 Hay unos pro y unos contra. Pienso que si la mujer se empoderara de sus capacidades y de lo que quisiera, la mujer puede llegar muy lejos. Pero pienso que todavía la sociedad es muy conservadora. Entonces, tú eres mujer, entonces tú te dedicas a la casa. Tú eres hombre, entonces puedes hacerlo más fuerte. Y pienso que pues, no se debería como discriminar entre los sexos o géneros. Eso. De kans binnen het onderwijs is volgens mij gelijk, maar buiten gaan er dan stereotypen worden gecreëerd van die richtingen zijn eerder voor mannen, die jobs zijn eerder voor mannen, die jobs zijn eerder voor vrouwen. Bijvoorbeeld meisjes gaan niet zo snel voetbal kiezen, omdat dat allemaal jongens zijn dat daar voetballen. Er zijn natuurlijk ook vrouwenploegen, maar die zijn er veel minder. Meisjes kiezen ook minder technische richtingen. Nu is dat wel meer in opgang. Allee, zijn er meer technische richtingen voor meisjes, zo gezegd. Maar meisjes zouden de stereotypes moeten kunnen doorbreken. En daardoor denk ik dat er minder kans is als bijvoorbeeld een meisje piloot wordt. Of ingenieur. Is er heel weinig, ja, veel minder kans dat een meisje dat wordt dan een jongen. Ik heb mijn hele toekomst in mijn eigen handen. Als je het daarmee eens bent, ga je links staan. Als je het daar niet mee eens bent, ga je rechts staan. Pienso que tengo mi futuro en las manos, no ciertamente también depende pues de lo que Dios decida sobre la vida de uno, ¿no? Sobre también las decisiones tomadas. Trato de asegurarme de que las decisiones que tomo sean 100% seguras y cada paso sea firme, pero aún así estoy atento a cualquier riesgo que pueda pasar. Bij mijn keuze staan mijn ouders er ook achter en het is wel als ik iets wil doen, bijvoorbeeld later mijn studies, dat ik dat wel ga mogen en dat mijn ouders achter mij staan. En ook al, ook al willen die dat niet, die gaan nog wel mijn keuze respecteren. Dus het is wel zo dat ik mijn toekomst zelf in handen heb. Si tú quieres algo, tú debes luchar por eso. O sea, no es si no tengo los recursos o no tengo el dinero, no, porque esos son como obstáculos mentales. Si tú quieres algo, debes luchar por eso, así no tengas los recursos. Romper como las barreras y estereotipos, digamos económicos, sociales, todo eso. Entonces, claro, el futuro está en mis manos. We hebben in België een heel groot watervalsysteem. Dus als je niet mee kunt, moet je naar een lagere richting. Als je in ISO niet mee kunt, moet je naar TSO. TSO naar BSO en ja, verder natuurlijk ook. En ik denk dat dat niet altijd is, juist is, omdat dat enkel op je leercapaciteit is en niet op alle andere dingen. Tengo la oportunidad y la voluntad de poder desarrollar mis talentos. Porque cuento con el apoyo de toda mi familia y de todos mis amigos,
también tengo la voluntad y todos los deseos de poder salir adelante y desarrollar todo lo que me propongo. Entre ellos está mi talento, que es la música. Yo digo que el desarrollo de los talentos no tiene que ver nada con las oportunidades, porque el talento tú lo vas desarrollando a medida que vas creciendo. Las oportunidades a ti te dan es la opción de que el mundo mire los talentos que tú tienes. La casa de la bachata, la, 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 la casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. Er zullen altijd wel dingen veranderen aan de toekomst en ik denk niet dat je de toekomst zou kunnen voorspellen. Dus onzekerheid is ook niet nodig, omdat het ook wel een stukje op je af moet laten komen om gewoon te beleven. Tú debes ir al miedo, entonces por eso te digo que la ansiedad de querer experimentar nuevas cosas, pero miedo no, como ansiedad, como intriga de saber qué va a pasar en un futuro, pero no lo podría llamar miedo porque el miedo para mí es algo más mental. Het grootste verschil dat mij opviel was inderdaad bij het stellingenspel en dat was dat mannen en vrouwen zogezegd dezelfde kansen hadden en ik vind dat helemaal niet juist, omdat zelfs in België is er helemaal geen gelijkheid. Er zijn ook lonen die lager liggen voor vrouwen. Topfuncties worden meestal ingevuld door mannen en ik vond het dan vreemd dat de Colombianen, zelfs hier in Colombia met de macho-cultuur, dachten dat ze hier wel gelijk waren, terwijl je hier ook wel vaak ziet dat dat helemaal niet zo is. Pues aparte de las diferencias culturales y diferencias de idioma, creo que también podría ser la forma en que ellos pueden ven su vida, ¿no? Me he dado cuenta al verlos bailar, las diferentes formas de música y las diferentes expresiones de su cuerpo, ¿no? Aquí son un poco diferentes y creo que eso nos hace diferencias sociales. Se pueden ver ahí un poco. Pues realmente se hace, o sea, me sentía muy bien. Y pues las diferencias podría decir que más como espontaneidad, como digamos ellos son un poco más introvertidos y pues nosotros somos más extrovertidos. Entonces somos que, oye, ven, te invitamos a jugar, o, oye, no, ¿sí? Entonces, como eso, pero de resto me parece que tenemos como una buena conexión y eso es lo más importante, ¿no?